bij een nieuwe aflevering van Forum Inside. Met hele bijzondere gasten. Ik heb natuurlijk Ralf Dekker aan deze kant zitten. Maar hier zit Lonneke Engel, voormalig topmodel bij Ralph Lauren en uh, betrokken bij onze partij, maar ook heel erg bezig met woke, met gender en alles wat meer zij om bescherming van de kinderen voorop te stellen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Wat zijn de trends die overwaaien vanuit Amerika en wat kunnen we daaraan doen? Ook hier Gino. Gino is raadslid voor FVD in Arnhem. En hij heeft vorige week... Uh, GroenLinks en D66 huilend laten afdruipen omdat hij daar de woke-indoctrinatie op scholen en aan kinderen met name aan de orde stelt. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Verder hebben we natuurlijk wat te drinken, Ralf. Wat hebben we meegenomen? Ja, een keer wat anders, dacht ik. Want we hebben al zoveel Chardonnay gehad. Ik dacht, laten we eens een, uh, een Grauburgunder nemen. Fantastisch. Dat is Pinot Gris, is dat? Uit de Pfalz. Mooie, mooie fles. Uh, een Auslese, dus dat is aan het eind van de oogst is die nog uh, hè, laat geplukt en heeft in, uh, in een houten vat gelegen. Die nou. wordt er speciaal naar. Nou, kortom... Dit het is een heel speciaal, van je? Geweldig, Ralf. Paul, die wil weten. Beste mensen, heel veel dank voor het maken van de uitzendingen van Forum Insight. Ik kijk er elke week naar uit en word nooit teleurgesteld. Wat leuk, Paul. Serieuze onderwerpen worden uitgebreid besproken en vanuit verschillende perspectieven belicht. Dat is inderdaad wat we proberen te doen. Wat een verademing vergeleken met de publieke omroep waar ik nota bene aan meebetaal. Ja, helaas is dat zo. Ga alsjeblieft door. En mijn vriendin wil was geïnteresseerd in de wijnproeverij van Ralf Dekker. Waar kan ze zich opgeven? Nou, Paul, uh, dat wordt heel binnenkort georganiseerd site.nl. Daar kun je je vragen blijven stellen. We gaan het binnenkort bekendmaken. Is iemand, iemand heeft zich gemeld die onze website wil gaan updaten... met een agenda-mogelijkheid en andere dingen. Dus dat wordt allemaal binnenkort. Ik denk dat het na de verkiezingen wordt, maar dat wordt heel gaaf. En daar gaan we natuurlijk mee door. Thomas, trouw kijker. Hi Thierry, je hebt wel eens programma's als Schaduwkabinet... en andere show-ideeën ter sprake gebracht. Hoe groot is de kans dat we binnenkort een dergelijke show uh, kunnen tegemoet zien? Ik hoor het graag. Ja, dat is inderdaad mijn idee om een soort van concrete thema's met experts hier te belichten. Schaduwkabinet en dan te laten zien hoe het betaald kan worden, hoe het anders kan. Heel concreet, stap voor stap, dat we dan iemand neerzetten die is dan minister van infrastructuur of zo. Hoe gaan we het fileprobleem oplossen? Iemand is minister van onderwijs, wat gaan we doen met scholen en dat soort zaken. Dat is inderdaad een heel goed idee, al zeg ik het zelf. Maar ja, iemand moet dat gaan produceren, iemand moet dat gaan uh, maken, gaan presenteren. Daar hebben we gewoon nog niet de energie voor en de tijd, zoals ja, dus iemand dat wil dat. doen. Als iemand dit kijkt en die wil dat doen, laat het weten. Ik vond eigenlijk Ralf ook wel een ideale persoon. Maar ja. die, jij, jij bent de hele dag ook onwijs druk. Dus... Ja, ik, nou, het is wel een leuk idee trouwens. Maar, uh... Vivienne, ik vroeg me af of nu je zelf onlangs vader bent geworden... er bij de uitgeverij wellicht ruimte is om deze uit te breiden... met een serie kinderboeken. Persoonlijk denk ik dat een dergelijk kinderboek een welkome tegenhanger zou zijn voor ouders van kinderen die non-stop worden belaagd met het woke denken. Nou, dat is de ja, ja, dat spijker op zoek. Ralf, vertel is, het maar. Nou ja, dat is ook Slamboeks. gaande. Ja, dat is ook gaande. We hebben al twee kinderboeken op stapel staan. Nee, drie zelfs op stapel staan. Uh, en dat is inderdaad precies de gedachte dat we kinderboeken gaan, uh, gaan uitbrengen die ja, eigenlijk een, een traditionele klassieke kwaliteit hebben. En niet uh, door zijn met allerlei uh, ja, problematiserende toestanden, maar gewoon. Leuke, vrolijke, gezellige kinderboeken. Ja. Uh, en er zijn allerlei dingen die op stapel. Ik verwacht dat tussen nu en een paar maanden echt leuke. Uh, ja, hartstikke leuk. Het is ook echt heel belangrijk. Ook voor het schooltje wat we hebben, maar ook ja. gewoon voor iedereen in Nederland. Het is super belangrijk. Jij hebt ook kinderen, Lonneke? Nee, ik heb geen kinderen. Ik heb een, een hond. hond. Ja. ja, we hebben een hond. Maar um, ik vind het wel een goed idee hoor, om een boek te maken. Ik denk dat in Amerika was uh, het boek van... Uh, wat was het? Over een walrus of zo. Dat was ook tegen de woke van Matt Walsh. Dat boek is echt een bestseller geworden. Dus sowieso ook commercieel gezien denk ik dat het een uh, goed, een goed dat is een idee hit. is. Maar je hebt de ja. Tuttle Twins hè, in, uh, in de Verenigde Staten. Dat is zo'n hele serie. Daar gaan we een boek van uitgeven. Daar gaan we een is. boek van uitgeven, oh, ja. ja. Dus dat hebben we vertaald. Maar dan, uh, dan we hebben ook eigen dingen die we hier... Nee, dus, dus gebeurt het nodig op dat ja. punt jongens ja. hey, even proeven? Cheers. Ja, ik ja drink, gezellig. Jij drink ik, geen wijn nee, ik drink geen wijn. Want Ga je dan raaskallen? Ik, nee, nee, juist, nee, nee ik kan gewoon niet zo goed tegen. Maar ik vind het heel leuk wow. dat jullie. Dus, uh, het is een Gideon. beetje de traditie van de show dat ja. we één geheel onthouder hebben. Dus dat ja, is ja, precies. Ik zag het al met Gideon, dus ik zei dan wow. ben ik de volgende. Hey jongens, hartstikke leuk. Het boek staat weer op één. Dus ontzettend bedankt, bestseller nummer één, dat jullie het allemaal aan het lezen zijn. Hopelijk dat jullie het mooi vinden. Uh, hou het nog even op één, bestel het nog. Want dan uh, hebben wij lekker iets om het systeem mee te pesten in aanloop naar de verkiezingen. Want ze kunnen natuurlijk niet uitstaan dat wij een nummer één bestseller hebben. Blijf het kopen, blijf het lezen, geef het cadeau aan de mensen in de omgeving. Het vooral, hè? Ja, is belangrijk. Je ouders, je kinderen, je neefjes, je nichtjes, je tantes, je collega's. Deel dit boek, ja, want het is... Een... Het is fantastisch. Ik heb een aantal hoofdstukken uitgelezen. Kijk. En wat het mooiste is dat de media, die kan er ook niet omheen. Ze zeggen nu ook, en er is een column verschenen... Uh, Cherry Bedet's boek staat gewoon terecht op nummer één. Zelfs de mainstream media kan er gewoon niet meer omheen... dat het gewoon een fantastisch boek is. Ja, dat is heel erg mooi om te horen. Hartstikke leuk. En ik zag het nieuws dat er een restaurant is geopend in Nederland vandaag... of afgelopen dagen, waar mensen... Uh, menselijke gerechten te eten zijn. Hè? Dus uh, uh, worst van mensenbloed, uh, oh. met nagels, met haren, oh. met uh, tranen, met speeksel, met sperma, denk ik ook. Ja, dat is allemaal niet. gerechten. Waar? Heb je het gezien in het nieuws? Ja, ik heb het gezien, maar ja, ik weet niet of het beter is dan, dan die wormen en die, uh, die maden. Maar het is en toch die dingen. Ik vind dat dat verboden moet worden. Cannibalisme is toch verboden, mag ik hopen, of niet? Ik vind het een beetje raar, ook met de hele COVID-tijd die we hebben gehad dat je elkaar niet mag aanraken. En dan mag je wel elkaars nagels en ja, bloed en zo. eten. Ja, ik, ik weet niet of het, of het wetmatig zo geregeld is. Ja, want ze zijn nu ook met een wetswijziging bezig, dat je geen seks mag hebben met lijken. Dat is ook raar dat dat überhaupt al gewoon mogelijk was. Maar um, stel nou dat je een geslachtsverandering doet, mag je dan de restanten van die operatie, mag je die dan als gerecht opdienen? Is dit, dit, of is dit een onderwerp van vandaag? het is wel een beetje het onderwerp van vandaag. <laughs> maar wil je zeggen dan je een time-out? Maar dat doen ze eigenlijk al hè, met placenta's. Als vrouwen bevallen zijn er al mm. mensen die placenta's in een smoothie doen en dan zeggen ze dat dat goed is voor de vitamines en voor de vrouw. Soms doen een man ook mee. Ja, dus het, het wordt al een beetje gedaan, maar dan wordt het gedaan. Ik denk echt dat we nul kijkers hebben. Hoezo? Nee, ja. goed zo. Ja. volgens mij is dit toch de plek waar je alles kan bespreken. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Maar Lonneke, want jij bent toch een beetje de guest of honor vandaag. Ja. Je bent eigenlijk heel vaak in Amerika. Nou, maar je ik bent woon nu... in Amerika al twintig ja. jaar. Ja, al heel lang. En dat is ook gekomen vanuit je modellenwereld, toch? Ja. Dat je je modellenwerk, je, ja. je bent echt een internationaal top. Je bent een van onze. Grote exportproducten. Ja, mogen we wel ik ik zeggen. was wel uh, altijd heel erg met het promoten van Nederland in het buitenland. Ja, ik was altijd een Dutch, All-American Dutch girl was ik. Maar ik ben 20 uh, ja, jaar geleden naar Amerika verhuisd. Heb ik al, woon ik al heel lang. En de afgelopen. Ja, ik ben 10 jaar geleden ziek geworden. Um, ik, ik weet niet waar het precies aan lag, maar ik heb nu wel een beetje vermoeden. En ik kon niks meer, dus ik moest stoppen met mijn werk. Daardoor ben wat ik... is je vermoeden? Wat, wat... Ja. Nou, ik had toen: uh, als je een green card krijgt voor Amerika, dan moet je allemaal vaccinaties hebben. En oh, ik denk shit. gewoon dat ik te veel tegelijk. En dan me... kreeg ik toen auto dat is een heel lang verhaal. Maar ik voelde me gewoon niet lekker en ik kon niet meer. Ik had een burn-out daardoor, en ik, ja, ik voelde me gewoon niet goed. En uh, daarna ben ik me weer meer gaan focussen op, ik ben ook Certified Health Counselor, ik ben daarmee bezig geweest met uh, een website die ik had over gezond leven. Ik was heel erg met duurzaamheid bezig, uh, groen leven. En gaandeweg, en ik moet ook zeggen, misschien mijn man, uh, die heeft ook een beetje een invloed in, want die, die zei op een gegeven moment, je bent zo'n groen trutje, je, je, hebt, uh, ja, je, hebt, je ziet het niet helemaal goed. En daardoor ben ik een beetje wakker geworden ook met bepaalde verhalen die verteld werden, waar ik helemaal achter stond. Um, ik was toen helemaal in into, uh, yeah, uh, the, the, yeah, die duurzame. Sustainability. Ja, yeah. alleen toen kwam ik achter dat het heel veel greenwashing is. Dat is dat het eigenlijk, ze doen allemaal net of het heel duurzaam is, maar dat is het eigenlijk niet. En El uh, Gore, die maakte mij heel erg bang dat de wereld vergaat. En twaalf jaar later is New York is er nog steeds, waar ik woon. Het water is nog steeds hetzelfde, we hebben geen overstromingen. Dus ik werd een beetje wakker. Um, en toen kwam ook nog de hele corona. Toen had ik een beetje hetzelfde als jij, van, uh, dat je in het begin denkt van, oh we moeten even eventjes alles op zijn plaats, alle, we zorgen dat de zorg goed is en zo. En daarna gaan we ja, weer verder met leven. Maar toen kwam ik allemaal achter dingen die klopten, toen ben ik het meer gaan volgen. Heb ik een, uh, ja, nu doe ik uh, wekelijks een live chat op uh, YouTube en Rumble om te praten over um, waar mensen het over willen hebben. Gewoon een live chat en dan vanuit Amerika en dan een beetje vertellen hoe het er was. Ik zat er ook midden tijdens alle rellen. Dus daar hebben wij het uh, midden in gezeten. We moesten echt alles barricaderen. Black lives matter. Black yeah. lives matter. En dat was... Ik ben eigenlijk gaandeweg steeds... door dingen die in mijn leven gebeurden... Wakker, wakkerder geworden dat ik... Dus niet woke, maar wel... Van, awake. Awake, ja. Ik was awoken. Uh, maar ik had, had gewoon echt zoiets van... wakend. Ik had zoiets van... Uh, wat is er allemaal aan de hand? In, en daardoor ben ik dus... Ja, gewoon alles go to flow. Maar mijn flow gaat wel de andere kant op... of wat nu deug wat, wat mensen, mensen hoe zeg je dat? Uh, als je deugt, dan ga je die kant op. En bij mij, toen ik zoiets had van nee, dat klopt allemaal niet, toen ging ik juist de andere kant op. Ik denk dat dit verhaal voor heel veel mensen herkenbaar is. Zeker ook voor een groep die we in Nederland uh, kennen als Moederhart. Ja. Dat, dat is jou ook uh, zeer bekend. Ja. Um, en die zijn ook tijdens de coronaperiode actief geworden. En wat je ziet is dat uh, heel veel van die mensen nu, en ik behoor daar ook toe, die, die zagen dat corona als een soort aanval, het beleid, op ons privéleven, op onze vrijheid. En wij hebben nu het gevoel dat de grote aanval op onze kinderen gericht gaat worden. En op de transgenderbeweging en de manier waarop ze dat allemaal willen, willen opdringen aan jonge mensen. Ja, ik ben ook echt blij dat, het klinkt heel raar, maar ik ben heel blij dat ik geen kinderen heb. Want wat die ouders nu allemaal meemaken alles wat je moet beslissen, hoe, wat er overheen komt. Je kan niet meer vertrouwen dat je naar school gaat. Dan is in Amerika ook heel erg dat je kind gewoon goede uh, school, uh, zeg je wel, les krijgt. Maar het gaat, het wordt helemaal geïndoctrineerd. Dus je moet als ouders ook in Nederland en ook in Amerika heel erg met de vinger erop blijven en je kind blijven begeleiden. Het is best wel veel, want mensen moeten nu ook twee verdieners. Je moet beide werken. Het is niet meer dat er één thuis kan blijven en voor de kinderen kan zorgen. Dat is financieel gewoon voor veel mensen niet meer mogelijk. En ja, dat dus zie je. De kinderen zijn weg. De, de ouders zijn weg. Ja. En de kinderen zijn van de staat. En die worden geïndoctrineerd met. School, ja. En van de school. Er zijn een enorme aantallen vaccinaties. Hè? Die, die kinderen krijgen echt uh, tientallen vaccinaties, ja. begreep ik. Uh, in heel jonge leeftijd. Dus als in je 18 Amerika. bent in Amerika, dan heb je echt. Wij hebben dan een paar van die, van die landelijke programma's. DKTP 1 en 2 geloof ik en zo. Maar in Amerika heb je er echt tientallen. Hè? Ja, ze zijn in Amerika iets makkelijker gewoon met, uh, met medicijnen voorschrijven vaccinaties. En ik denk dat mijn verhaal, mijn beetje al, dat ik. Ik ben niet tegen vaccinaties. Ik heb zoiets van: je moet er goed weten hoe het gespoten wordt, bijvoorbeeld. En je moet mensen. Um, uh, ja, dokters en zo. Je moet zelf meer onderzoek doen daarna. Maar heb jij, want je zei van voorafgaand aan die green card ja. was je verplicht om een aantal vaccinaties ja, te krijgen. Is dat nog steeds zo, weet je dat? Vo weet ik niet, want het is al heel lang geleden gehad. Nee, dat is, um, dat ja, volgens mij wel. Want een visum niet en dan green card wel. En uh, volgens mij is nou ook die corona erbij gekomen. Ja. Maar uh, dat zou ik even moeten dubbelchecken, maar dat is wat ik uh, dacht. En, ja, mijn man die had vijf jaar geleden had een prik gekregen. En toen heeft hij myocarditis gekregen na mm. uh, die prik. En ook een hartstilstand. Ze is bijna dood. En daardoor zijn wij eigenlijk, waren we eigenlijk een soort al dan mee bezig. Voordat dit überhaupt er, De meeste mensen om ons heen snapten het gewoon niet. En die hadden echt zoiets van: uh, waar heb jij. Wat is er nou met jullie aan de hand? En nu hebben ze iets. Oh, jullie waren er al in 2017 had je er al mee te maken. Dus voor ons wat er nu allemaal naar buiten komt, is voor mij geen verrassing. Want we hebben het al eerder meegemaakt. En ja, het kan dus vaker gebeuren. Niet alleen met dit. Maar het is een heel groot verhaal en ik wil het ook niet zo heel vaccinatieachtig over hebben, maar ik ben daar wel uh, meer realistisch in geworden. Dat je er gewoon goed over moet nadenken. En ook ouders, ook met kinderen. Dat lijkt me wel nee, logisch. Ik wist helemaal niet dat het speelt als je vooraf gaat aan een green card. Nee. Dat zou best kunnen, nee, dat is nee. nog steeds zo. Ja, maar als je via de zuidkant binnenkomt. Hè, dan hoef je helemaal niet te testen. Geen COVID, vaccinatie, helemaal niks. Dan komen ze ook allemaal heel, met heel veel mensen ja, dus binnen. Dus als we naar Amerika we willen, dan gaan we via Mexico. Ja, dan dan dat moet je binnenlopen, is... geloof ik. Ja, ik weet niet of dat officieel kan. <laughs> ja, ja, officieel... alleen wij dan worden opgepakt. <laughs> ja, weet je, al die Mexicanen ja. prima. maar wij ja. naar Guantanamo Bay. Ja, een okay, paar ja. maanden. Ja, ja. Dat denk ik ook. Ja. En New York City is ook echt een plek waar uh, heel veel van die immigranten ook opgevangen worden zijn. Het laatste wat ik zag 40.000 bijgekomen, omdat het een Sanctuary City is. Dus we zien ze wel echt op de straten ook staan, dat ze proberen geld te verdienen. En ik denk dat Mayor Adams een beetje tot te veel uh, op zijn bord heeft. Nu. En nu ook bijvoorbeeld Biden vraagt: van, kom, uh, help New York met uh, zoveel immigranten, kunnen wij niet aan. En wat doe jij nu? Want je bent dus tien jaar geleden zijn je gestopt met het modellenwerk. Um, ja, ik, uh, ik heb dus, uh, ik had het gelukkig dat ik vanaf mijn dertiende gewerkt. heb. Dus ik had voor mezelf een uh, pensioenpotje. En ik heb gewoon, in Amerika heb je hele goede zorg. Dus ik had zoiets, ik ga gewoon in Amerika werken om uh, beter te worden. Dus ik heb daar gewoon ja, rustig aan de tijd genomen om voor mezelf te zorgen en uh, ja, huisvrouw te zijn. En, maar ik zag wel wat er allemaal gebeurde. Dus ik kwam eigenlijk heel. Vloeiend in het soort journalist. Ja, als journalist, dat ik gewoon vertel tegen mensen in Nederland. van wat er echt gebeurt. Want ik dacht, die mensen. Ja, want naar aanleiding van. Ik weet nog dat er toen allerlei verhalen waren over New York. met uh, geweldige problemen met. met uh, mortuaria en zo. die ja. overvoerd werden. En toen was jij een van de mensen die daar woonden. en je had, jij vertelde vaak een heel ander verhaal. Ja. Dat heb ik toen wel gevolgd, ja. ja. Nee ja, bij dat, ons... is je, dat is wat jullie doen. Het is een soort blogachtige. Ja, het is eigenlijk heel vloeiend. Ik had zoiets: waarom vertellen ze niet gewoon de waarheid over New York en over Amerika? Dat het wij hebben. Ik heb het gevoel dat jullie het veel zwaarder hebben gehad, ook met de lockdowns en met de, 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 de avondklok. Dat hebben wij helemaal niet gehad. Het enige waar ik zelf last van heb gehad, is dat ik niet in restaurants mocht eten. Maar als je dan een dorpje verder ging, dan was het gewoon weer helemaal normaal. Want daar doen mensen er niet aan mee. Het was vooral die steden die heel erg. Ja, vooral ook blauw zijn democraten die zijn heel erg van de volgen van regels, maskers op. en Ja, ik, 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 voor mij is het wel interessant om te zien een beetje hoe die mensen zo. Als de ene dag de, de, de governor zegt: Je moet nu een masker op, dan doet iedereen een masker op en dat maakt dan verschil. Ja. En de dag, als dan zegt nee, dan halen ze het weer af. Dus het is niet zoals ze van zichzelf denken: Wat is nou het beste voor mij, mijn gezondheid om volgzaam. voor mezelf? Ze zijn heel volgzaam en daarom, wij hebben ook. Tijdens de coronaperiode een auto gekocht. De meeste mensen in New York hebben geen auto. Ik denk dat 10% heeft maar een auto in New York City. Uh, maar we hebben wel een auto gekocht, want we hadden zoiets. We moeten hier gewoon wel eens weg. Bij de normale mensen buiten de stad. En ook ja, met die rellen die er waren tijdens Black Lives Matter. Uh, hadden we ook zoiets. Waar we willen gewoon een uh, escape hebben, dat we gewoon weg kunnen wanneer het, wanneer het uh, kan. Want ja, je zit dan daar middenin. En dan komen al die, die mensen en die slaan alles bij ons uh, in de buurt. Kapot. En ja, en, en in je naam weet niet Van wanneer... de antidiscriminatie. En de politie was ook helemaal gedisillusioneerd. Die hadden zoiets van: wij mogen niet stoppen, we zouden normaal de straten afzetten, dat mogen we niet. Dus er was een hele rotssituatie. Ja. En wat wel mooi is van New Yorkers, uh, de, de, de meesten zijn wel heel erg resilient, noem ik dat. Amerikaan in het algemeen. Dat als er iets tegenslag is, dat ze meteen weer. Um, verder gaan en, en doorgaan met de leven. Dus de politie heeft ook weer geprobeerd er het beste van te maken. Maar het was totaal anders als wat hier in Nederland op tv was. Dat vond ik gewoon heel apart. En daarom ben ik toen met YouTube begonnen. Om er ja. gewoon voor de mensen die geïnteresseerd zijn dat ze kunnen luisteren. En nu doe ik daar elke zondag. Je hebt enorm zo. veel volgers, of niet? Ik heb op Twitter veel volgers. En ook echt mensen waarvan ik denk, waarom volgen die mij in Amerika en de politiek en zo. Um, maar ja, ik zeg gewoon altijd wat ik vind. En. Ik heb daar dat heb ik mijn hele leven gedaan. Dat was vroeger heel fijn in mijn modellenwerk. Dat ik, als bijvoorbeeld de lunch was niet op tijd en de modellen waren allemaal hard aan het werk. En, en er was bijvoorbeeld alleen maar croissants en uh, slecht eten. Dat ik altijd me uitsprak: van... Hey, kunnen jullie zorgen misschien voordat er wat gezond eten komt? Salade of zo. Een je een troublemaker. Ja, ik was ik zei gewoon altijd: Ik was ook een van de eerste toen die al green model. Weet je, die dacht van misschien kunnen we met z'n allen wat duurzamer gaan doen. Alleen. Ja, ik ben er dus vanuit achter gekomen dat heel veel wat mensen als een oplossing zien. Dat dat uiteindelijk je oplossing is. Maar toen was ik echt ook al uitgesproken. Als er een probleem was, ik zei het gewoon meteen: van ja, kunnen we dit misschien... Kunnen jullie misschien, kunnen we mogen we nu eten? Want anders zijn we dadelijk moe en dan krijg je geen mooie foto's. Weet je wel? Dus dat zit er wel je in. Je bent dus eigenlijk influencer. Dat is toch zo? Ja, ik vind het een je beetje een raar bent. woord. Ik ben gewoon mezelf. Ik ben gewoon ja, Lonneke. Ja, en ik ja, zeg, is het is leuk dat je er bent. Het is ontzettend goed. Het zijn Heel veel raakvlakken. Laten we eens eventjes, heb je gevolgd wat er gebeurde in die Ar Arnhemse Raad? Ik heb niet de video gezien, maar ik ben wel Kom, benieuwd. Laten we, ik even, heb het wel... laten we even een stukje kijken. Ja. Voorzitter. Genoeg is genoeg. Regenboogvlaggen, regenboogzebrapaden, roze woensdag, paarse vrijdag, coming out week, lgbtq+, speltjes, de Rutgers Stichting, COC, schools out, gay straight alliance, gendercook, openbare tentoonstellingen. Je kan Microsoft Teams zelfs regenboogkleuren geven. Het is een keer klaar, voorzitter. Je wordt er letterlijk mee doodgegooid. Toch willen wij de initiatiefnemers bedanken voor het agenderen van het voorstel. Iedereen in deze raadzaal kan er zodoende op reageren. Dit voorstel beoogt om bepaalde groeperingen voor te trekken op basis van de oneerlijkheid die zij ervaren in deze wereld met betrekking tot financiële facilitering. Maar ongelijkheid ga je nooit te lijf met andere groeperingen een voorkeursbehandeling gegeven. Ongeacht welke goede redenen je daarvoor hebt. De ene groep die je faciliteert, is de andere groep die je benadeelt. Als overheid maak je dan je inherent schuldig aan datgene wat je probeert te verhelpen. En wij zouden dan ook graag zien dat we niet specifieke groepen. Iets meer helpen dan de anderen, of doe het niet, of maak het ideebewijs gewoon voor iedereen, bekostigd door de gemeente, dan ben je in enkele dingen daarmee klaar. Maar, voorzitter, wij zijn niet alleen tegen de ongelijke behandeling met betrekking tot de financiële facilitering, maar omdat een overheid met veel invloed hiermee een klimaat van genderideologie ondersteunt en faciliteert. Deze activistische genderideologie dat hier ten grondslag ligt moet worden aangepakt voorzitter en onkruid moet je bij de wortel aangrijpen. Van alle fenomenen die beticht zijn van sociaal constructivisme is de genderideologie er evident één van. En de reden daarvoor is dat we de gek die dit bedacht heeft ook kunnen herleiden. Voorzitter gender zoals bedoeld in de ogen van de LGBTQ+ gemeenschap bestaat niet. En je identiteit is niet iets wat men subjectief of eigenzeggend vaststelt. Er klopt niets van deze theorie en hij is schadelijk. Schadelijk voor volwassenen, voorzitter. Maar ook zeker schadelijk voor jonge, beïnvloedbare, onzeker door gevelde kinderen die omwille van identiteitsverwerving niet goed weten welke eigenschappen zij nu tijdelijk hebben, of eeuwig, maar wel worden geïndoctrineerd. Dat hun tijdelijke experimentele gedrag permanente zeggenschap geeft over welk gender zij zouden hebben. De, de heer Elving geeft een interruptie. Vindt uh, de heer Luurse dit nu echt of moet hij dit zeggen van de heer Baudet? Voorzitter, de heer Leuze. Ik heb uh, de heer Baudet inderdaad gezien op zondag. Dit hebben we niet besproken. Ik heb wel zijn een fantastische nieuwe boek uh, mogen kopen. <laughs> en, uh... <laughs> Ja, je, mensen, denkt u nou werkelijk dat de bijdrage die u net geleverd heeft enige vorm van waarde levert aan het gesprek voeren over alles wat te maken heeft met LGBTQ. Heeft u nou echt die illusie dat dit enige toevoeging heeft aan het accepteren, emancipatie, et cetera? Leeft u nou echt in die illusie? Heel Voorzitter, er wordt een klimaat gecreëerd van normalisering, wat niet normaal is. En in een zekere zin, in een liberaal oogpunt, zou je kunnen zeggen dat is goed zolang u mij daar niet mee lastig valt. De grens is bereikt wanneer we op scholen mensen in groep 1 tot en met 5 gaan vragen of zij een jongetje of meisje zijn. En als ze met die vragen teruggaan naar hun eigen ouders. Daar trek ik de lijn en dat bekritiseer ik hier. Dat dit fundament van de genderideologie schadelijk is voor onze samenleving en dat er permanente schade is... Dat mensen daadwerkelijk jonge meisjes hun borsten niet meer hebben of dat jongens gecastreerd worden. Iedereen heeft gestemd. Mogen we de uitslag van de stemming? Initiatiefvoorstel vergoeding bij wijziging van geslachtsregistratie is met 19 stemmen tegen, 14 stemmen voor, verworpen. Ja, dat is, is heel grappig. Briljant natuurlijk. Wat je, wat je heel erg merkt is dat als mensen dan uh, op een gegeven moment een woord uitspreken. Bij jou is het natuurlijk heel vaak gebeurd, dat walgelijk. En dan, ga je, dan gaan al die andere. Kamerleden of raadsleden gaan dat ook nog even opnoemen. Hè? Iedereen doet hetzelfde plasje over en het kopieert elkaar. Dus dat, psychologisch gezien is het heel interessant. Maar jouw punt, want het debat dat ging dus over... dat die, de, de, de gemeenteraad van Arnhem wil het gaan subsidiëren. Dus dat het gratis wordt ja. voor minderjarigen... Uh, om uh, geslachtsveranderingstrajecten in te gaan. En dat je niet meer ook een medische indicatie hoeft te hebben. Hè? Dat is het... Nou, wat ze, wat, wat, wat ze trachten te doen. Dat was het was een initiatiefvoorstel vanuit de kartelpartijen GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren. En uh, het is eigenlijk een kopiëren plakken model. wat ze bijvoorbeeld in Nijmegen en Utrecht hebben gedaan. Wat ze wilden doen was de mensen die dus uh, vonden dat zij een man of vrouw zijn. Dat ze dat legaal gratis konden aanpassen. Dat maar kinderen de... heb je het over toch? Nee, mag. Oh. Jong, jong, volwassenen, maar ook, ook zeg maar 18 plus. Vanaf 16 toch is het? Oef. Volgens mij is het zo. Ze zijn, hier, zijn ze bezig met een wet om het naar beneden te halen. Ja, 12, dacht ik. En, ja. Um, Dus, dus dat, dat je legaal op papier overal... en of je nou in transitie bent geweest of niet. Maar ja, natuurlijk transitie wordt wel makkelijker... als je iedereen kan laten zien dat je legaal op je document... inderdaad man of vrouw uh, bent. En dus ook de deskundigheidsverklaring die daarvoor nodig is, die wilden ze dan ook nog eens vergoeden. Dat was, het, dat was primair het idee. Maar dan praat je dus over volwassenen. Ja. Over het algemeen, ja, 16 is natuurlijk wel, wel erg jong, maar het zijn geen, het zijn geen kleuters. Het is, uh, je praat over volwassenen ja, is, of jongvolwassenen. Het je over. Die, ja. Ja, ja, die een transitietraject ja. willen starten en dat wordt dan gesubsidieerd door de gemeente, want ze wachten niet op de landelijke regeling, ze gaan nu al als Arnhemseinde zijnde ja. dat faciliteren. Dus, is dat het verhaal? Nou, ja, het is wel goed om de scheidingslijn te maken tussen soorten de medische ingreep en een soort van de legale juridische ingreep. In dit geval gaat het vooral over het juridisch okay. aanpassen van je geslacht. En dat heeft uh, dat vermakkelijkt wel natuurlijk uh, het medische traject. Maar het is niet dat, dat ze het medische traject aan het subsidiëren zijn. En um, wat het probleem was, en dat, dat is ook het argument geweest van de, de indieners, die zeiden, wij willen de drempels weghalen voor de transseksuelen. Nou, en dat was een, dat was een bruggetje om te zeggen van, maar wacht eens even, misschien moeten we juist helemaal geen drempels weghalen, want wat hier gebeurt, berust op een idee wat helemaal niet in het beste interesse is, überhaupt voor onze samenleving, en nog niet eens te zeer voor alle mensen die in transitie gaan. Want het Forum wordt natuurlijk wel heel vaak weggezet... als een soort van uh, transfobe partij... wat natuurlijk totaal niet waar is. Wij, hebben ook, wij zien gewoon dat er heel veel mensen keuzes maken... die deels door overheidsinmengingen... dus op scholen bijvoorbeeld... Uh, aan jonge kinderen vragen... Van, ben jij een jongen of meisje? En ga aan je ouders vragen of zij bewust hebben gekozen... of jij een jongen of meisje bent. En vervolgens die keuzes maken. En dan krijgen ze spijt. En dat is ook waar... Dat is heel grappig. Hè? Dus, dus de... De partijen die dit zo nodig vinden om deze LGBTQ+, of ik noem het ook wel gay+, maar de LGBTQ+, gemeenschap, zo erg te laten accepteren door onze samenleving. Het is heel veel compassie. Iedereen, iedereen geeft om deze gemarginaliseerde groep. Maar als je bijvoorbeeld, als je dus in transitie bent, dat kan bijvoorbeeld dat je hormoonblokkers toegediend krijgt of bijvoorbeeld testosteron. En je bedenkt je, dat je zegt van wacht eens eventjes, dit was misschien de verkeerde keuze. Ik voel me ongelukkig, ik ben depressief, ik heb last van medische klachten, ik wil terug. Dan trekt iedereen zijn handen vanaf. Dan is het waar. Ja. Dan is het vaak, ja, maar je hebt niet genoeg steun vanuit huis. Je hebt niet de juiste financiële middelen. Je hebt het misschien wel verkeerd. Dus de compassie houdt op tot. Als je stopt mee meegaan in het narratief. Eigenlijk wat we heel, op heel veel vlakken ook zien. Hè? Ja. Dus de duurzaamheidskwestie, klimaattransitie, proteïnentransitie. Nee, maar goed, ik probeer even helder te krijgen oh, wat er nou precies speelt in Arnhem. Ja. Maar wat daar aan de orde was, begrijp ik, is dat die administratieve uh, dat wijziging. Mm -hmm. Uh, die kost geld natuurlijk, dat is een paspoortgeld kost. Ja. Uh, en het voorstel daar was dat om, om dat gratis te doen, uh, zodat het, uh, de drempel verlaagd wordt. Dat, ja. was, dat was de inzet. Specifiek voor de mensen die dus uh, trans zijn? Ja, ik, ik, ik denk dat er een heel klein groepje mensen is. die, die dat, dat schijnt dus inderdaad te bestaan. die in een vrouwelijke hormoonhuishouding. en een mannelijk lichaam en andersom dat schijnt te bezetten, zijn een noem he... x procent, en dat zijn dat zijn hele sneuien, gevallen, dat is nou ja, tragisch, het is geen hormoon hormoonhuishouding volgens oh, mij, maar, maar je voelt je, je gewoon, je voelt je mentaal echt een vrouw, ja. en dat is echt al jaren, heb je dat gevoel heel nadrukkelijk, Toen en je, je lichaam is is uh, dysforie ja, ja. dus gender dysforie. Gender dysforie. en je lichaam is dat van een man. Hm. Uh, en dat is een onleefbare situatie. En in die situatie wil je gewoon dolgraag zoveel mogelijk vrouw worden. Dat is wat ik begreep. Ja. En wat je ja. nu ziet, maar goed, dat is, dat is dan mijn, mijn mening. Is dat mensen die, als je een, een man bent die zich vrouw voelt. en graag vrouw zou willen worden. Uh, nou ja, dat is dan in extreme gevallen kan dat. Maar wat je ziet, is dat mensen dan tussenin blijven hangen, als het ware, en dat ook koesteren. Hè? Ja, een beetje van beide walletjes dan. Nou oh ja, eh. dat is dan wat we natuurlijk in de tijd met Laurens bespraken. Dan ben je ja, non-binair non en het could be anything of zo. Dat, ja. Dan zit je er ergens tussenin, en dat vind je ook een positie die op zichzelf moet worden gehonoreerd. Ja. En dan zeg ik, ja, ik, ik weet niet of ik me daar nou uh, bij, uh, bij thuis voel, bij zo'n. Gedachtegang. Ja, kijk, uh, wat, wat Forum zegt is goed. Er zijn wetenschappelijk gezien weten dat er mensen zijn die hebben genderdysforie. Dat zijn mensen die zich niet kunnen identificeren met het geslacht wat ze dan zijn. Dus daar zit een soort van discrepantie tussen. En er zijn mensen, dat is een, wat, wat, wat jij heel terecht zei, een hele kleine minderheid, dat zijn interseks. Die zijn, die hebben bijvoorbeeld uh, geslachtsdelen die niet goed zijn ontwikkeld. Okay. Of er, zijn, er, is een, er is een soort van subcategorisering hoor. Dus. Er zijn verschillende soorten intersectie. Dat weet ik op dit moment niet helemaal boven te halen. Maar dat is waar de wetenschap ophoudt. Om te zeggen vervolgens dat we, en dat kan tegen volwassenen zijn, maar ook tegen jonge mensen, jij voelt je een vrouw of jij voelt je een man of jij trekt kleding aan of je wilt dat eens dus uitproberen. We weten bijvoorbeeld dat er qua persoonlijkheidskenmerken, dat er mannen zijn die wat meer vrouwelijke, feminine... ...attributen hebben. En we weten dat er vrouwen zijn die wat meer mannelijke attributen hebben. Attributen? Denk, ja, denk aan de... Denk, eigenschappen oh, Eigenschappen. Oh. Dus, 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 dus denk aan de tomboys bijvoorbeeld. Of Steven Tyler. Dat is toch wel... Een, een, of Mark Rutte. Of Mark Rutte bijvoorbeeld. En <laughs> euh, nou, wat, je, wat je dus ziet, is, en daar houdt het op. Dus vervolgens kunnen we niet zeggen van... ...oké, okay, jij gaat dus door medische ingrepen. Kun jij dan ook een man of vrouw worden? Je kunt wel alle aanpassingen doen. Je kan inderdaad medisch ingrepen. Je kan hormonen toedienen... Maar het idee dat omdat jij vindt, je identificeert als iets anders, dat je dat dan ook wordt of kan zijn. Ja, ja, ik ben, daar ik ben, daar ik ben, houdt het op. Ik heb vanuit die school waar we mee bezig zijn, heb ik daar ontzettend veel, veel problemen mee met het überhaupt ter discussie stellen van dit soort dingen. Hm. Ik snap wat dat het alles moet kunnen enzovoort. Dat is natuurlijk tegenwoordig helemaal de, de situatie. Maar door zeker in een vroeg stadium bij jonge kinderen dit als een soort vraagstuk op te werpen, dan ga je dus allerlei zekerheden die kinderen zich niet eens afvragen, ga je ondermijnen en dan, ja, dat, je kunt natuurlijk, het zijn vaak mensen die, hè, kinderen die zijn heel beïnvloedbaar, dus je krijgt dan dat het allemaal gaat schuiven en dat het allemaal een beetje onduidelijk wordt en dan creëer je als het ware je eigen genderdysforie, ja. van ja, ik vind het eigenlijk heel leuk om met poppen te spelen, misschien ben ik eigenlijk, hè, voor je het weet zit je dan in een heel ander, en ik vind dat dus een levensgevaarlijke situatie, inderdaad, er zal een, een, een beperkt deel van, van de kinderen zo ongelukkig zijn omdat ze voortdurend worden bevestigd in iets wat ze misschien niet willen zijn. Maar dat, dat deel is zo klein. En er staat tegenover dat als je kinderen niet bevestigt in hun seksualiteit of in hun, hun seks, man of vrouw, eh, dan, dan maak je het probleem veel groter. Dus volgens mij, je moet naar mijn overtuiging dan maar accepteren dat er heel weinig gevallen zijn van meisjes die zich jonger voelen en jongens die zich meisje voelen. En eigenlijk al die tijd er ongelukkig mee zijn, want dat erin over staat dat je iedereen onzeker gaat maken en een veel grotere groep uiteindelijk in de problemen brengt. er uh, is, is ook een agenda achter, hè? Ja, ik denk dat het een beetje een trend is wat er nu is. Ik las toevallig uh, vandaag dat een een of andere expert was op een nieuws site die zei dat vier van de vijf kinderen die dus twijfelt aan hun uh, aan de gender, die uh, die gaan weer gewoon terug, die zijn er weer klaar mee over zoveel jaar. Dus dat is vier van de vijf, dat is 80%. procent. En uh, het lijkt nu ook, als je ziet de hoeveelheid kinderen, bijvoorbeeld in Californië las ik dat uh, er zoveel meer kinderen in transitie zijn. Het lijkt ook of alle celebrities, die hebben opeens een kind die in transitie is. Um, maar wat je nu wel ziet in Amerika is: het is zoveel in het nieuws, het is zo op tv, op, op scholen, dat er weer een tegenbeweging is. Waarbij heel duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn als je toch echt gaat trans, in, in transitie gaat. Dat er armen worden laten zien waar alles afgehaald is, want dan willen ze bijvoorbeeld een nieuwe. Ja, geslachtsdeel creëren. Ja. En dat wordt echt totaal verminkt. En uh, er zijn er ook mensen die dus transies, in transitie gaan. Bijvoorbeeld die, de, de documentaire of film What is a Woman van Matt Walsh. Ik had net al over zijn, uh, zijn boek, een kinderboek. Hij uh, is daar heel erg sterk in, in dat, dat uh, daarover te praten. Maar daar waren, was dus ook een persoon die dus echt in transitie is gegaan. Die geloofde echt op latere leeftijd, ik ben. Niet meer. Uh, ik, ben geen, ik ben eigenlijk, wat je zei. Ze was eigenlijk een, 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 een hele mannelijke vrouw. Uh, zoals een lesbienne. En ze dacht echt, omdat mensen tegen haar zei. Je moet in, ja, op een gegeven moment van ze geloven dat ze in transitie moest. Alleen nu weet zij dus wat de gevolgen zijn. En zij heeft een stichting opge opgezet. om mensen te waarschuwen. En die wordt nu dus helemaal zwart gemaakt in de media en alles, want het is belachelijk. Dus inderdaad, wat jij zei, dat er aandacht is. Er is geen aandacht. Er is aandacht voor de hele. Als je meedoet met ons en de trend. en je, dan is het allemaal leuk. Maar als jij op een gegeven moment toch beslist. ik wil het niet. dan laten ja. ze je gewoon vallen. En nog iets wat ik wil duidelijk maken. is wat ik in Amerika merk. is je hebt dus inderdaad die LGBTQ. maar we hebben het heel vaak over. dat alles op één hoop zit. En wat je merkt in Amerika. is dat de, 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 de homo-beweging. lesbiennes. die vinden het niet fijn. dat die zijn een beetje zo van. dat transgender. dat, dat vinden heel veel niet niet oké okay zelf. Dus dan heb je dus dat je in een groep wordt gedaan, waarbij een gedeelte zoiets heeft van, ja, wij willen gewoon mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen die gewoon van mannen houden, of van vrouwen. Dat is allemaal mooi, maar nu wordt er dus een groepje die dwingt eigenlijk iedereen dan een beetje zo in transitie. Dus je merkt dat daar ook wat frictie is in het buitenland. Ja. Dus het is nog niet klaar. Het is niet zo dat het één trend is en dat is het. Er is nu heel veel gaande op dat het vlak. is een Kijk, er zit een agenda achter en dat is een ideologische agenda ja. van het stuk maken van het traditionele gezin. En het, het, de mannen en vrouwen als polariteiten, dat moet weg. En uh, daar, dat, dat komt al uit de cultuurmarxistische hmm. beweging. Dat is het derde geslacht. Dat, 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 daar is al gewoon over geschreven in de jaren 50, 60, dat, dat we uiteindelijk daar naartoe moeten. In futuristische, je hebt ook de aliens en zo, die hebben nooit een geslacht. Dat is het beeld dat ze hebben van de toekomst. De mens dat is iets van vroeger. Had je, toen had je ook oorlogen, had je landen, had je families. Had je, en, en in de toekomst gaan we naar een soort universeel menselijk wezen toe. Dat is volgens mij, daarom is het dat ze ook zo reageren. Want wat jij eigenlijk doet, jij, jij schiet hun hele wereldbeeld aan tigelen. Ja. Zij zijn ervan overtuigd dat we met z'n allen ergens naartoe bewegen. En Jij zegt. Ja. Ik vind het walgelijk. En zij zeggen: Ik vind jou walgelijk. En, uh, ja, dat ga je met je heen en weer. Hè? Het lijkt een soort van religie geworden: een soort van vaststaand feit. Het is een soort van, volgens mij noem je dat transhumanisme. Hè? Dus dat het, dat ja. je een soort van: Je bent straks niet meer een categorie van man of vrouw. Dat is gewoon één, is gewoon één geheel. En daar bevind je je dan ergens tussen, wat natuurlijk niet waar is. Uh, en daar ageren wij het op. Dat we zeggen: van wacht eens even, deze ideologie die hier wordt gepropageerd. daar klopt gewoon niks van. Nee. En dat niet alleen dat het niet klopt en gewoon echt 26 miljoen uh, van subsidiegeld tegenaan gekwakt wordt. vervolgens is het ook nog eens schadelijk. Want wat je nu ziet, dat noemen ze een psychologische epidemie. Dus dat betekent, dat je zag je ook met anorexia en bulimia, et cetera. En corona. En nou, corona ook. Maar wat je, wat je nu ziet, is omdat het dus zo populair is, het wordt zo normaal gemaakt, is zie je dat het daadwerkelijk gaat leven. En dat het dus disproportioneel meer mensen dus zichzelf identificeren met, ja, met, met deze hype. Dat het daadwerkelijk is. Dus, en uh, Freek Jans heeft daar ook uh, uh, verslag van gedaan in, in Gideons Bende. Die zegt ook dat Groene Amsterdam heeft gerapporteerd. Dat ze in 2017 iets van 200 aanmeldingen voor transities True, yeah. En in 2020 staat hij op 5300. met, met nog iets, iets van 1500 op de wachtlijst. Dus er is een exponentiële groei. Yeah. En als je dan zou ze dan krijg je het argument. ja, maar die mensen waren daarvoor niet geaccepteerd. Maar dat, dat is natuurlijk niet waar. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de, de mensen die dus in transitie zijn geweest, dan zou je ook verwachten dat, dat de mentale gezondheid van die mensen dan ook verbetert. Hè? Want dat, hebben, dat wilden zij. Dus dan zijn ze beter. Uh, dan hebben ze datgene wat ze wilden halen. En dan zie je dat die mensen helemaal niet gelukkiger zijn. In het begin zie je een lichte piek omhoog. En dan zwakt het weer af en hebben ze dezelfde depressie. Zierk. Dus, dus je helpt ze ook helemaal niet. Nou ja, sterker, ik, ik heb begrepen dat er juist het, het percentage zelfmoorden onder oh ja. mensen die, die inderdaad ja. zich hebben laten ombouwen, als ik het zo mag noemen, mm. is gigantisch. Ja. Uh, en dan kan je zeggen, ja, dat waren misschien mensen die sowieso al in de problemen zaten dat zou kunnen hoor. Maar ja. ik heb niet de indruk dat het iets oplost. Je creëert alleen een categorie die ook weer een aanzuigende werking heeft op. Ik vind het echt een ongelooflijk ondermijnende, slechte beweging. Is en ook nou, Frankenstein. Ja, maar... Ze willen nou ook al uh, baarmoeders en zo gaan transplanteren en zo. Hè? Dus uh, ja, dat is ook het volgende. Het is nog, het is nog erger. Ik, mag, ik, mag ik heel kort, want je zei er straks iets moois. Dat is een feitje: een soort van, als je mensen met rust laat, dan is het blijkt dat heel veel mensen gewoon accepteren wie ze zijn geslacht. En een groot deel daarvan is ja, de homo. Even, jij zei vier van de vijf. Ja, maar volgens was, mij is het, is het gewoon 99 van de honderd. Ja. Okay. Je kan me niet voorstellen. Ja, Jongensachtige is, meisjes ja. worden gewoon weer vrouw. Ja, die, die, en meisjesachtige jongens die worden gewoon weer man. En er zijn er een paar bij die inderdaad in de problemen blijven zitten. En die dus nog steeds genderdysforie-achtige gevoelens hebben. Dat kan. Ja. Maar dat zijn heel weinig. Is dit is van alle tijden. Voor, in Amerika is het echt big business. business. Ja. Heel veel ziekenhuizen die daarop leven, ja. op uh, maar het is ook zo, als je eenmaal in transitie is niet zo dat je dan echt in transitie. Dat je gewoon dan vrouw bent. Want je moet je hele leven lang hormonen slikken. Uh, je moet allemaal dingen doen om, om je lichaam te kunnen laten functioneren. En als je daarmee stopt, dan krijg je bijvoorbeeld dat dingen weer teruggaan zoals het eerst was. Maar ja, ik zeg altijd, ik heb er, heel, ik heb er dus, omdat het in Amerika, en zeker in New York City, is het op straat. En zo zie je zoveel verschillende mensen. En ik vind dat ook leuk dat iedereen uniek is en zichzelf kan zijn. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Maar. Dat Ik zeg altijd, eens, sommige mensen willen een vrouwelijke levensstijl leven... en andere een mannelijke levensstijl. En dat is gewoon oké okay als je dat wilt. Alleen, een vrouw is een vrouw. En bless you. Bless you. En een man is een man. Bless you. En ik denk dat dit gewoon een tijdelijke trend is. Waar we misschien over twintig jaar terugkijken, weet je nog die tijd... dat, uh, mensen, uh, dat er zoveel mensen waren, dat er ineens zoveel mensen waren. Uh, ik denk wel dat er dus een kleine groep is die dat echt heeft. En die hebben het nu ook een beetje zo van, het wordt een beetje... Wordt het, wordt zo, het is lacherig gedaan. Ja, soort... Hebben jullie nog um, ja. uh, roebels ontvangen? <laughs> nog niet, maar dat. dat ik ja, wacht ik, nog op mijn, mijn lada's uit Moskou als tegenprestatie, jongens. Nee, ik, heb, ik heb gehoord, zelfs van de minister van Defensie, dat wat jij zegt is gewoon puur in het verlengde van Poetin. Dus ik zit hier gewoon met een Poetin-adept aan tafel. Ja. Maar hoe kunnen we dat dat wel Hebben we de bankrekening wel correct doorgegeven aan het Kremlin? Ja, ik, ja, waar blijft dat geld? Gegeven? Moet even checken, volgens mij er is iets misgegaan. Maar ik weet niet hoe dat kan, hoe wij dat kunnen weten. Want toen ik hier in Amerika of in Nederland aankom vanuit Amerika, heel mijn Twitter is gecensureerd. Hè? Alles wat ik volg in Amerika. RT, uh, Sputnik, allemaal dingen die ik gewoon zonder problemen in Amerika ja. volgen. Zie ik hier op Twitter: dit mag je niet zien in Europa, dit mag je niet zien, dit. Dus ja. ik weet niet of, of het we, waar is, of jij het hetzelfde zegt als Sputnik, want ik mag het niet zien. Nee, maar RT, dat kan toch helemaal ja. niet. Maar RT RT. is verboden en terecht. Dat is gewoon. Dat is Poetin. Dat, dat is is gewoon Poetin Ja, maar waarom mogen we het in Amerika dan wel zien? Ja, dat begrijp ik ook niet. De ja, uh, yeah, is free. free, misschien ik weet het niet, maar Ja, dat ja. dus dat is heel opvallend voor mij dat de censuur en heel veel Nederlanders hebben dat gewoon niet door. Maar ik zie dat dus heel duidelijk, omdat ik in Amerika woon en dan kom ik hier en dan zie ik de helft van mijn Twitter-feed heb ik niet meer mag zien. Ja, dat kan je straks de zalig. screenshot en alle of de hele tweet. Ik heb heel vaak screenshot als er heel veel achter elkaar zijn, maar ja, dus is ik dat weet het ook niet. Met Elon, met Sorry? Elon Musk is dat niet nog steeds dat die censuur zo hoog is op Twitter? Uh, nee, dit heeft te maken met de EU-wetgeving. Oh, de EU, het platform ja. zelf, ja. en dan heb je de landen waarin het opereert en wat ja. je wel niet kan laten zien. Ja, maar. Het is wel heel in alle landen, ook in Amerika, was dat hele verhaal over de Russian collusion ja. met Trump, dat hij dus door Poetin en zo. En op een of andere manier is dat, wat was, ook niets van waar. Nee, dat het was, to, dat was waar. Het zelfs sterker nog ja. gewoon ingestoken ja. waarschijnlijk door de Democratische Partij een soort ja. contra campagne. Ja, ja, dat is, dat is ja. uh, hoe heette die vet ook weer de Muller? Mueller investigation, ja. die hele, hele onderzoek. Maar kennelijk. Kun je dat, werkt dat toch op een ja, of andere manier? Psychologische warfare. Want het staat ook in ons geval, jongens, ik kan het echt met hand op mijn hart verklaren. Ten eerste, het is nooit op wat voor manier dan ook enige betaling, geld, wat dan ook. Ten tweede, wij komen gewoon op zelfstandige wijze tot onze conclusie bij onze partij. We hebben een discussiepartij, wij onderzoeken bronnen. en we leggen verantwoording af in boeken, andere plekken, van onze standpunten, in speeches. dus. De, er is niets maar, wat ook maar op een of andere manier gelinkt is aan welke buitenlandse actor dan ook. Maar dat, dat, dat kun je dus gewoon een minister van Defensie nou, ik vind dat, ik vind op dat tv gewoon, roepen. Kijk, als Notte dat zegt in het kader van de, van de verkiezingscampagne, ja, ik, ik vind het absurd, maar dat kan je doen. He, je bent gewoon met elkaar in de klinis en je, je beticht elkaar van alles en zo. Maar een minister of de, of de voorzitter van, van, van de Kamer, ik vind dat echt gewoon kwalijk als die dit soort dingen. Uh, insinueren of zelfs hardop zeggen. Ja. Dat, is, ja, dat, ja, dat heeft geen zin om een smaad... Uh, ja, ik zou zouten. kamervragen kunnen stellen, maar, maar die ik, krijg ik dan weer niet. En ik, ik, krijg vind echt gewoon, een ik vind dat gewoon echt niet kunnen. Het is dus, heel vreemd, hè? Ja. Nee, het, ja, ik vind het ook heel raar. Maar in Amerika, eh, wat, wat wel opvalt, is dat in Amerika mag heel veel gezegd worden, veel meer freedom of speech dan vergelijkt hier, want... Hier worden meteen bepaalde mensen het is heel twee maten meten. Dat mogen ze inderdaad zeggen over, uh, over jou. Maar um, jij mag bijvoorbeeld andere dingen weer niet zeggen, want dan komt er weer een rechtszaak. Het is allemaal heel erg twee maten. Bepaalde mensen mogen alles zeggen en andere niet. En ik heb altijd zoiets van: uh, ik wil alles horen. Daarom vind ik het zo vervelend dat ik gecensureerd word... als ik hier in Nederland ben, dat ik Twitter dan alles niet mag zien. Maar ik wil het zelf. Wat, ik, ze denken allemaal dat wij niet slim genoeg zijn... om zelf onze eigen mening te vormen over dingen. Of mogen wij het niet zien? Waarom mogen we het niet zien? Ja, dat is, dat is heel, heel bijzonder. Want heel veel mensen op, op Twitter of überhaupt op social media... die hebben natuurlijk allerlei flauwekulverhalen... of die zijn maar half waar of niet waar. Of, maar het is nou juist de, de grap dat je dat zelf kunt gaan, gaan wegen... en zelf kunt gaan kijken... Uh, en zodra de meningen die uitermate plausibel zijn, gewoon worden gecanceld, daar mag je gewoon geen kennis van nemen, dan, ja, dan word ik altijd juist nieuwsgierig van waarom mag dat niet? Ja. Dat klinkt mij helemaal niet zo raar in de oren, weet je, dan ga je En dan maak je het alleen maar erger mee. Ja. Dus Daarom ik, zit ik ook hier, want ik denk ik ga vanuit Amerika toch eens even gewoon, ik heb allemaal verhalen gehoord, dan gaan we het gewoon hier eens even zelf ervaren van hoe het dan is. En hoe, hoe jij bent, en of er iets waar is van die Russen. Nou, jij zegt dat het niet waar is. Dus ja, ik heb. Maar jij, jij aarzelt nog, want je zag die Lada buiten staan. Ja. <laughs> nee, Dus ja, als je kijkt naar uh, wat Amerika allemaal aanbiedt de Amerikaanse overheid aan mensen in de politiek en de journalistiek en dat soort dingen. Reisjes, uh, conferenties, uh, scholarships, uh, van alles nog er is echt ontzettend veel beïnvloeding vanuit Amerika richting Nederland. Er is nul beïnvloeding vanuit Rusland richting Nederland. Voor zover ik weet, voor zover ik heb ooit heb kunnen overzien. Er zijn geen reizen, er zijn geen scholarships, er zijn geen subsidies, er zijn geen prijzen die je kan winnen. Er is helemaal geen taaloverlap. Terwijl dat wel zo is, de Nederlanders volgen allemaal het Amerikaanse nieuws, maar totaal niet het Russische nieuws enzovoort. Dus er is helemaal. Nee, maar nooit zegt iemand eens een keer. Het is wel heel. Erg Amerikaans, wat je hier zegt. Ja. ja, ik hou van Amerika, dus. Maar, uh, maar ook als je ja. van Amerika houdt, ja. kun je toch vragen stellen bij of het wat er in de Amerikaanse buitenlandse politiek gebeurt per se in het Nederlandse belang is. Ja, het is toch, het is toch volstrekt. Normaal dat je, maar dat is kennelijk helemaal geen onderwerp. Ollongren spreekt één op één. Praat zij gewoon het Pentagon na. Ze krijgt gewoon een e-mailtje elke week. Van, dit, dit moet je zeggen. Ja, dat klopt. Het is ja. gewoon, er is, er is nul verschil. Het is gewoon een verlengstuk van Amerika één op één. Ja. En hoeveel je ook van Amerika houdt, het is wel gewoon één op één. En er is, er is helemaal geen connectie met Rusland. Bestaat niet, nul is er niet. En, maar dat is dan het verhaal. Ja, Rusland. Weird. Het is echt maar weet je wat het ergste ja, is? Het zit al vanaf het, na de Tweede Wereldoorlog en daarvoor ook al, ja. is dat hele verhaal er al, al in gebeurd. Ik vind, ik vind echt nog steeds de, de, de halve Zeilstra verhalen in, van in de tijd die toch lachwekkend waren, dat is nog steeds het dominante verhaal vanuit de regering. Het, Rusland is, is ja, die staat op het punt om de oude Sovjet- en meer omgeving weer te gaan creëren, en die lopen zo tot Noordwijk door. Hè? Dat, is, dat is voortdurend het verhaal. En er is, geen enkele, er is geen enkele aanwijzing voor. En Poetin zegt dan vanaf wat is het, 2006 of zo, zegt hij hetzelfde. Heel consequent, het is ook heel, heel plausibel, heel logisch allemaal. Uh, maar als je dat verhaal ook maar enigszins oplepelt, zegt van ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek verhaal, dan word je meteen. Onmiddellijk in de hoek gezet van jij bent een, uh, weet ik wat. Uh, want het is wel duidelijk dat die Russen. En, weet je wel? <laughs> het is echt niet even... van. ja, je wordt echt dat kamp ingedreven haast. Ja. Hè? Van, uh, ja, dat, zijn, dat lijkt wel enige normale mensen, langs maar. Ja. Maar ik heb er geen verstand van op het politieke niveau. maar gewoon op het menselijke niveau. Ik merkte dat in New York had ik een. Uh, Russisch, ja, is het een dokter uh, esthetician, dus die was ik er voor een beautybehandeling. En uh, dat was dus in de dat tijd is dat. Van geslaagd. Nou, dankjewel. Uh, en Rus, de, zij is Russisch en zij, uh, het moment dat zij was gewoon daar aan het werk en opeens is die hele Oekraïne-Rusland en ineens al die Russische mensen in, in New York, die, die voelden zich heel erg, ja, die hadden het heel zwaar ineens, want die worden beschuldigd van dingetjes waar ze helemaal niks mee te maken hebben, ze lid Living Their Lives in New York. Ja. En um, ja, ik heb zoiets van, de mensen zijn uiteindelijk degene aan beide kanten die dus het slachtoffer zijn. dat vind ik zo jammer van al die van al die discussies die er zijn. Het is zo op hoog niveau. Maar als je bij de menselijke bij de mensen komt, dan is het zelfs gewoon in één familie al dat ze het heel zwaar hebben, gewoon omdat ze dus geassocieerd worden met iets. Uh, daarom is het ook nooit leuk om geassocieerd te worden met dingen waar je helemaal niks mee te maken hebt. Want je hebt zoiets, daar heb ik niks mee te maken. Ja. Um, dat uh, de mensen zelf hebben er gewoon heel veel last van, dus dat merk ik dan. Ja, maar dit is ook voor Oekraïners is dit natuurlijk verschrikkelijk. Oekraïne wordt gewoon geofferd op het hakblok van de geopolitieke machtspelletjes. Ja. Zoals en bijvaar je... de meeste Oekraïners die, die er zijn heel veel Oekraïners weg, hè? Nee, maar er zijn heel veel Oekraïners zijn vertrokken, die zijn, zitten nu elders. En bijvaar het grootste deel is naar Rusland. Dat is wel grappig. Ja. Dat, dat hoorde ik weer vandaag op, de, op een van een bericht. Ja, uh, en de, de Penolen. Ja, ja, dat soort aantallen. Gigantisch. Hoe denken jullie ja. dat hier de Oekraïne.? Dat, uh, want in New York merk je wel dat er een tijdje. Was, er waren er wel veel Oekraïne-vlaggen. De Empire State Building was blauw en geel. En nu zag je net voordat ik wegging. Um, zag je wel dat het echt minder was. Er was gewoon mensen. hebben ze iets. ja, mijn benzine is te duur. En uh, ik kan mijn eten niet be betalen. Dus daar zijn ze meer mee bezig. Maar hoe is dat hier in Nederland? Wat voelen jullie? Is er nog ik steeds. Ik denk dat het ook zo is. Mensen worden oorlogsmoe. En uh, dat is denk ik ook waar Rusland op speculeert. De tijd staat aan de kant van Rusland. Rusland heeft het Westen uh, veel minder nodig dan het Westen Rusland nodig heeft. Ze verkopen hun olie en hun gas tegen woekerprijzen. En uh, ze hebben eigenlijk al wat ze willen hebben. Ze hebben namelijk die landcorridor naar de Krim. Dus dat kunnen, kunnen ze gewoon behouden. Hun wapensystemen kunnen de NAVO makkelijk aan. Het is gewoon een kwestie van Rusland heeft 12.000 tanks daar klaarstaan. Dan gaan we nu 40 tanks of zo die kant op vanuit ons. Dus dit is echt, werkelijk. Het is, dus Rusland wacht gewoon af. En laat, laat de verveling in, in zakken hier. En de prijzen zijn hoog. En, en support kalft af. En daarom dat Zelensky ook zei. Uh, Eergisteren of zo, een paar dagen terug. Uh, speed is crucial. Okay. Uh, dus, dus, dus zij hadden. Een soort momentum even met die vlaggen inderdaad. Ja. Iedereen in, uh, in de touwen. En nu denken mensen van... Uh, hmm. ja. Dus daarom dat ik ook denk dat het... Het is het meest aannemelijk dat Amerika een false flag doet... met een tactisch kernwapen of iets anders. Iets verschrikkelijks doet daar om mensen weer boos... en dan doet het alsof het van de Russen komt... en dan mensen boos worden en dat we weer daar ja. okay. de oorlog doorgaan. Nou, ik ja, hoop het niet. een beetje dat op het moment dat China is nu toch steeds... Steeds nadrukkelijker zich aan het verbinden met Rusland, Ze ja. Zei het toch enigszins voorzichtig. maar uh, en ik denk dat dat een prachtig excuus zou kunnen zijn voor het verhaal van het de NAVO. Van ja, dit, dit gaan we toch uh, zo niet doorzetten. Dit wordt te gevaarlijk en, Dat ze een uitweg vinden. Ja, dat, dat dit een soort uh, ja een soort excuus oplevert om te zeggen van laten wij nou de wijste te zijn, zoiets dergelijks. Ik hoop het. Ja, uh, ik ja. hoop dat. Het Wat, stopt. Ik merk gewoon in Amerika ook dat de mensen. Die vind, ik heb het gevoel dat in de 20 jaar dat mensen nu wat minder. Amerika was altijd zo een land. Waar mensen echt, daar ging je naar de army en dan was je, daar waren ze trots op en zo. En nu zijn die mensen toch wat minder zo van geneigd om weer uitgestuurd te worden voor weer een oorlog. Dus ik denk dat, uh, dat in Amerika de mensen, ja niet meer zo zin hebben om weer voor iets ergens naartoe te gaan met heel veel mankrachten en zo. Dus ik hoop gewoon dat er heel snel vrede is en dat het ophoudt. Ja, dat ik, wat ik heel interessant vind, dat is, er wordt altijd gesproken over jullie van uh, ja uh, forum spreekt met de mond van Rusland. Er zijn dus altijd aantijgingen aan ons adres. Maar wat jullie juist zo mooi doen, is dat wij willen helemaal geen oorlog. Wij willen vrede, dit is in niemands belang. Dat is, dat is jullie pleidooi over het algemeen. Toch? Ja, ja. Dat Stel, klopt. En toevallig is dat ook hetzelfde wat Poetin zegt. Ja, precies. Maar, ja, ja. En ja, goed, dan gaan ze zeggen: ja, maar dat is ook wat, wat Poetin wil. Maar wie, wie is er nou in zijn goede verstand tegen vrede? De Verenigde Staten. Maar was dat ook eigenlijk niet een standpunt altijd van wat je zegt links in Nederland? Die wouden toch al tegen vrede, die waren altijd voor vrede, ja, toch? Ja, pacifisten. Nou, ze waren voor de destructie van de Europese beschaving en, om, en vrede betekende toen uh, dat de communistische wereld zou winnen. Mm -hmm. Maar wat er gebeurd is, dat is dat de communistische wereld is conservatief geworden. Dus Rusland is het meest traditionele conservatieve land van Europa en de revolutionaire communistische kracht zit nu bij de NAVO. Dus er is een soort omkering tot stand gekomen en daarom is links nu voor oorlog omdat ze waren altijd voor oorlog. Ze hebben nooit interesse gehad in ethische beginselen of vrede of dat soort dingen. Maar toen was vrede, dat was een manier van ontwapening. En dat was weer een manier om het Westen te verswakken ten opzichte van het communisme. En nu zit het communistische kracht zit in het Westen. En is bewapening dus een manier om het communisme en daarmee de vernietiging van de westerse beschaving te versnellen heel cynisch hoor wat je nou zegt. Ik vind het echt, hè? Ja, dat is toch. Best, precies wat ik schrijf ook in het boek. Ja, ja. De NAVO is, is nu de belichaming van de, de wereldrevolutie. Maar ik was in de tijd toch een, 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 ja, een, een actief ondersteuner van de PSP, de, de, de Pacifistisch-Socialistische Partij. Omdat ik het gevoel had dat de, de, als basiswaarde gold daar gewoon geen oorlog. En jij zegt nu van ja, dat was gewoon onderdeel van de strategie in de tijd. Want geen oorlog betekende vrede. En dat betekende dat, uh, dat Rusland de ruimte kreeg om enzovoort. En nu de, de rollen omgekeerd zijn, want dat herken ik helemaal. Um, zijn ze dus voor oorlog? Want ze zijn gewoon uh, voor dat, dat, dat socialistische wereldbeeld. Ja. Ja, dat is wat je zegt. Ja. Ja, ik heb dat in de tijd in ieder geval toen ik, maar goed, was heel jong. Uh, heb ik dat nooit gerealiseerd dat dat erachter zat? Ik was gewoon echt uh, eerlijk voor. Vrede. Ja. Uh, en dat ben ik nog steeds. Dus in die zin ben ik nog steeds een PSP'er. er ja. Maar dat wordt nu binnen de GroenLinks. Binnen FVD in de FDD is dat nu. Ja. Maar oké, okay, dat is jouw standpunt. Maar je zult het toch met me eens zijn dat er heel veel van die dus, dus GroenLinks en D66, waarom staan die dan nu te schreeuwen om wapens en F16? Ja, en... ja die laten zich meevoeren door het, 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 ja, het heersend narratief of zoiets, wat inderdaad links is. Uh, maar waar gaat die, die oorlog? Is tegen Rusland. En Rusland belichaamt toch het oude Europa nu? Ja, ja, ik, Rusland van ik, de, is ik, ik het meest Europese land. Nee, ik onderschrijf je analyse wel in, in termen van dat het zo werkt. Maar je suggereert dat er ook een soort bewuste oh. lijn achter zat en zit. Nee, het is allemaal intuïtief. Het Ja, het effect is wat je zegt. Maar of dat er ook uh, de, de drijfveren van, van links zijn, dat durf ik niet te zeggen. Dat men al die tijd tegen het communisme, of, of, of tegen het kapitalisme en voor het communisme, voor een soort wereldregering bezig was. Vroeger was dat. Uh ja je aansluiten bij het oude Sovjet-Unie en vandaag is het je aansluiten tegen de oude Sovjet of tegen de, ja. tegen de, de, tegen de, de Russen dat, dat is dat is dat, dat is zeg, dat, ja. dat, qua analyse werkt dat denk ik zo maar ik denk dat mensen zich daar niet van bewust zijn in ieder geval en eerst was het tegen de ja, overheid en nu zijn ja, ze ja. allemaal nee luister naar de overheid kunnen we sneller open en zo dat merk ik gewoon dat het gewoon helemaal anders is dan wat ze altijd zeiden ja, maar dat is dus omdat al, nee, dat, dat al die standpunten zijn instrumenteel. Nee, dat past dat past wel in. D dus 66 is ook helemaal niet voor vrijheid van meningsuiting. Ze waren een tijdje voor vrijheid van meningsuiting, omdat dat betekende dat, dat het hun uh, bewegingsruimte vergrootte... ten opzichte van de kerk uh, en andere instituties. En nu zijn ze helemaal niet voor vrijheid van meningsuiting. Ze zijn allemaal een censuur. Uh, hetzelfde geldt voor. De autonomie van het gezin. Ze waren voor autonomie van het gezin, omdat dat betekende: het gezin kan zich losmaken ook weer van de kerk, kan zich losmaken van de zuil waar je in zat. Maar nu willen ze die kinderen hebben. Het is een tool eigenlijk. Het was, dus. Precies, het was een instrument, het was een, een, een tool om iets te bereiken. En nu ze dat bereikt hebben. Willen ze ja. het helemaal niet meer. Hetzelfde met diversiteit. Dat we hadden hier vorige week hadden we Laurens Buis, je ja, hartstikke ja. leuke vent. En, maar die, was voor, die is oprecht voor diversiteit. Dus die sloot zich aan bij. De, en die ontdekte op een gegeven moment dat diversiteit. Dat was alleen maar een middel om het, het oude academische curriculum de nek om te draaien. En nu zij de macht hebben, die diversiteitsmensen, willen ze uniformiteit. En iedereen die iets anders vindt, weg, wordt ja, dus, gecanceld. Ze willen diversiteit van uiterlijk. Of ras, of uh, uiterlijke kenmerken, maar niet diversiteit van gedachten. Ja, maar zelfs, zelfs diversiteit van uiterlijk willen ze niet. Ze zijn gewoon tegen blanken. Ze zijn gewoon tegen Europa. Ze, zijn, ze, ze willen de vernietiging van de, van de westerse beschaving. En nu zeggen ze dat diversiteit, maar straks dan wordt het niet, niet meer diversiteit. Maar dan wordt het gewoon, dan zeggen ze ja, er wonen zoveel zwarte mensen op aarde. Nou, dat zijn er bijvoorbeeld uh, tien keer zoveel als dat er blanken zijn. Dus moeten er tien keer zoveel zwarte Moeten vertegenwoordigd zijn. Ze zijn gewoon tegen ons. En het maakt, ze hebben elke keer gelegenheidsargumenten om dat uh, plausibel te laten lijken. Net als met dat klimaatverhaal. Uh, dat is ook een instrument. Ze, wat zij willen is controle over de economie. En wat ze daarvoor aanwenden, dat zijn steeds andere kletsverhalen over dat die economie iets met zure regen... of dat er een tekort zou zijn aan olie... ontdekken ze dat er geen tekort is aan olie... en dan zeggen ze... nee, maar het komt door het gat in de ozonlaag. Nee. Is er helemaal geen gat in de ozonlaag? Nee, maar het komt door global cooling lijkt er geen global cooling te zijn. Nee, het komt door global warming. Dus ze verzinnen... het zijn allemaal gelegenheidsargumenten... en dan halen ze wat experts van stal... om dat verhaal, uh, zeg maar, uh, ja. Wat, ja, dat wat, was cachet te geven. Met uh, Black Lives Matter in Amerika was dat ook zo. Ik had meteen het gevoel van... ik, ben, ik reageer nooit meteen. Ik ben altijd even rustig, even wachten. En iedereen ging allemaal zwarte vakjes op een Instagram zetten en uiteindelijk, het was eigenlijk ook dat Black Lives Matter gebruikt werd, gewoon die, die zwarte mensen werden gewoon gebruikt, dit werd ge George Floyd werd gewoon gebruikt om te zorgen dat uh, dat uh, dat het helemaal onheil in Amerika was ineens en het George hadden... Floyd was een crimineel. Die niet gestorven is door die ingreep van die politieman. Hij gaat die, nu wel politieman in, uh, die zit onterecht vast. En hij gaat is... nu wel in hoge beroep. Maar hij zit wel vast, maar hij gaat een hoge beroep. Ja. Maar het punt was, ik, ik zag ook uh, inderdaad, wat je zegt van uh, ze gebruiken dingen. Dit was ook een tool om mensen dus uh, submissief te krijgen. En ik merkte gewoon dat, dat Black Lives Matter. Het hielp niet echt de zwarte bevolking. Toen wij met uh, bij ons in de buurt wonen ook, of zijn ook veel uh, mensen van allerlei afkomsten. En die hadden zelfs iets. Ja, we worden weer gebruikt. Voor dit verhaal. En toen met de COVID werden ze weer gebruikt van uh, we moeten met z'n allen vaccineren, want de zwarte bevolking die, uh, die, die wordt het meeste ziek, dus dan moeten we die beschermen. Dus elke keer zeiden ze van die, wij worden ook heel wat als speelbal gebruikt voor wanneer wat, wat het verhaal is en wat ze willen bereiken, worden wij weer als speelbal. En er zijn mensen die staan dan achter, en vooral, vooral veel blanke liberals, die dus vrouwen die dan denken, ik heb, um, ik moet opkomen voor de voor de zwarte medemens en die kennen misschien zelf geen zwarte mensen in omgeving... omgevingen die willen dan niet als racist gezien worden <laughs> dus dan gaan ze zoiets doen dat heet volgens mij heet dat white savior complex of zoiets dat mm -hmm. zij dan denken van wij gaan ja. Ja, dat, ja, ja van wij gaan ze dan redden en ik heb zoiets van doe gewoon normaal tegen je buur en doe gewoon normaal en maar het was het alles voelde gewoon in Amerika als tijdens de hele Black Lives Matter dat het georkestreerd geor geor was we zagen ook gewoon de auto's in de straten staan met de, met de mensen die, die elkaar aanstuurden om die rellen en die protesten en zo. Er was, het was niks kwam, eigenlijk voor, voor mijn gevoel natuurlijk. Dus wat jij zegt, van ze gebruiken bepaalde dingen. Dat heb ik dus zelf wel ervaren met dat hele Black Lives Matter toen. En mensen worden gewoon tegen elkaar opgezet. Dus dat we moeten we gewoon mee ophouden. We moeten gewoon kijken ja. naar wat ons verbindt en wat, waar, ze, waar we naartoe gaan. En dan blijkt dat er uiteindelijk veel meer dingen zijn die ons verbinden. Uh, maar ja, ze proberen ons wel het op uiterlijke ras, uh, alles uh, op elkaar te Ja, het verdeel, verdeel en heersen. Ja. En uh, wat, uh, wat je zegt, inderdaad, Black Lives Matter, heeft uh, uh, Cannons Owens bij ja. de Daily Wire heeft daar een hele documentaire van gemaakt. Dat is één grote farce. Het is gewoon geldwegsluizerij. Uh, ik zou zeggen, ga het kijken. De... Maar het wordt, het wordt inderdaad worden gewoon allerlei gemarginaliseerde groepen worden gewoon. Geëxploiteerd, gewoon gebruikt, een soort van omwille van compassie. van, Nou, even laten we zeggen, de, de mensen die zo, zo betrokken zijn met deze groepen. Maar als je ziet wat, wat het, het resultaat ervan is, meer overheidsregulatie, meer bepalen wat er gezegd mag worden. Het is alleen maar meer dat, dat top-down, waar jij waar forum natuurlijk ook tegen ageert... Hè? En die ja. mensen de hebben als helemaal niks maar aan... uitdijende bureaucratie. Ja, en die mensen hebben er ook helemaal niks aan gehad. De zwarte nee. Bevolk, ze zeiden, de community is allemaal zwaar en moeilijk. En um... Er is uiteindelijk helemaal niks. Waar is dat geld van die Black Lives Matter allemaal wat je zei? Waar naartoe gaan, naar huizen ja, en zo. En ook Trump, dat vond ik wel goed bij Trump. Die had een hele actie toen hij dus uh, in, in, in office was, Donald Trump. Uh, dat uh, om de minority communities, om de extra geld te geven. Daarom zijn er ook steeds meer uh, mensen. Van de zwarte bevolking die dus voor Trump stemde, ook nu de afgelopen mm. verkiezing, is omdat meer mensen hadden door van hé, hey, wij worden heel het gebruikt als speelbal en hij wilde toch wel echt iets voor ons doen. En er is ook veel veranderd, maar nu is het dus eigenlijk weer een beetje terug bij af, ook door dat hele blacklist. Maar ik vind dat zo heel jammer. Maar ja, ja it, uh, in mijn hele leven heb ik al met mensen van hele verschillende culturen en, en afkomsten omgegaan. Dus ik heb daar nooit zo last van gehad. Maar ik merkte ineens die mensen in New York dat het zo oh, dan moeten we dit doen en dan moeten we dat doen. Het was zelfs zo met die zwarte vakjes op Instagram... dat een uh, toenmalige vriendin van mij... die wilde dat dus ook doen. En, en ik dacht, ik was haar doe nou niet, doe nou niet mee... want het is gewoon weer zo'n trend, weet je wel. Allemaal zwarte vakjes. En dan had ze dus hashtag Black Lives Matter gebruikt. kwam er dus iemand van Black Lives Matter... die ging dus tegen haar tekeer. Don't use Black Lives Matter hashtag. You're using up space. Je weet al, je gebruikt nu die hashtag... waardoor jij aandacht vraagt en je moet... Die ruimte geven aan een zwart persoon is: dus je moet die hashtag niet gebruiken. En ze is: oh, sorry, sorry. Ja, ik zal, ik blijf heel hele tijd nog, ik moet nog leren. En ik had echt iets. je bent nou echt helemaal zo jezelf helemaal aan het verlagen. omdat je zo graag erbij wil horen. omdat je zo graag wil laten zien dat je geen racisme bent. Weet je, het beste is wat je kan doen: gewoon geen zwart vakje, maar gewoon geen racist zijn. Gewoon normaal leven en gewoon iedereen gelijkwaardig behandelen. Dat is het allermakkelijkste. Dat is makkelijker dan zo'n hele discussie over wel of niet een ben hashtag. Ben te nuchter voor dat New York? Nee, Kom terug vind... naar ons. Kom terug naar Nederland. Nou, ja. ik vind Klinkt het dus... een klok, dit verhaal. Ik vind, het, uh, ik vind het heel interessant om gewoon midden in die idiotie soms te zitten. Ook met de corona-dingen, ja. ja. daarom heb ik daar ook gewoon... Ik was bewust van, oké, okay, we worden nu bewust uit elkaar gespeeld. We worden bewust gediscrimineerd. Je mag niet naar restaurants. En het slaat nergens op. Want als je buiten de stad komt, dan is het ineens zo normaal. Uh, mensen die politici en, en ministers en zo, en hooggeplaatste mensen, staatshoofden... die hoeven niet, geen, die hoeven geen prik, die hoeven niet te testen. Dus ik heb zoiets, als je gewoon, de, bij, gewoon ziet wat de feiten zijn, dan ga je toch zelf wel nadenken. Maar toch mensen vinden het meer makkelijk als iedereen het doet, doe ik het ook of zo. Het was voor mij is daar heel interessant om te zien, gewoon als een soort ik zit er midden in. Een logisch experiment. Ja, ja. Nou, we vonden het ontzettend leuk dat je er was. Ja, uh, ik uh, dank jou Seer. Je. je krijgt toch meteen het laatste woord als Guest of Honor. Maar uh, Gino, we gaan jou ook nog even extra bedanken. Want jouw werk in het Arnhemse gemeenteraad is fantastisch. Ga daar vooral mee door. Uh, je hebt de steun van ons allemaal. En jouw video is ook heel erg veel bekeken op onze socials. Dus de hele partij, en onze achterban. Die ziet jou als held en dat ben je ook. En blijf die strijd voeren. He, breng het naar de raden. Dat is natuurlijk ook wat op 15 maart op het spel staat. Uh, ja. Breng het naar de provinciale staten, naar de Eerste Kamer. Ons verhaal moet gewoon verteld worden. Want het laat elke keer weer wat zien. Iedereen ziet het steeds meer. En um, nou, daar gaan we natuurlijk voor, Ralf. Dat was een lekkere wijn, dankjewel. Ja, voor je aardig? Ik vond ja. hem superlekker. En um, ik voeg me graag nog af, voordat ik jou het laatste woord geef. Heb jij bij Oela gezeten, Oela Models? Nee, ik heb alleen maar in Amerika. Ja, ik heb uh, wel in Nederland ooit een, een, even een agent gehad, maar dat is mijn belangrijkste agent. meteen weer... uh, Ja, ik ben meteen schaar. Maar ik mag wel zeggen, ik mag nu als woonachtig uh, in het buitenland voor het eerst stemmen, hè? Fantastisch, dat is heel belangrijk. Er zijn 1 miljoen Nederlanders. Ja, ze hebben nu maar 33.000 geregistreerd. Ongelooflijk, We hè? kunnen niet op alle partijen stemmen, maar FVD staat er wel bij. Jullie hebben wel een. Bijvoorbeeld BBB en PVV en al die. Er zijn een aantal partijen die niet hebben meegedaan. Maar het is eigenlijk iets wat uit D66 is gekomen. Maar voor mensen die in het buitenland zitten, je moet stemmen. Want uh, dit is het begin, 33.000 en, en het is wel heel moeilijk. Wat je mensen aanraden om te gaan stemmen als je nou één advies mag geven? Ja, ik heb geven. niet zo heel veel keus, dus uh, dan uh, ja, Het uh, <laughs> is uh, eigenlijk maar één keus. Ja, mensen moeten het zelf. Ik heb heel weinig keus, maar jullie hebben iets meer keus. Maar ik denk dat de meeste mensen gewoon nuchter nadenken dat ze wel uh, een goede keus kunnen maken. Dit is voor de goede verstaander. Betekent dit stemmen? Nou, stem gewoon. Je <grijg> ik weet dat ik ga stemmen. Maar um, ik, ik, ga, ik heb zoiets. Mensen, ik ben heel erg van mensen zelf laten. Ja. dat ze zelf tot die beslissing. Die, 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 ga je stemmen op GroenLinks, Lonneke? Nee, ik ga niet stemmen op GroenLinks. De effecten zijn er al ja, wel. Ja, 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 ik ga ja, stemmen op VVD. Nee, ik wil mensen graag zelf laten ja, nee, nadenken. Ja, dus, maar ik denk aan mensen komen hier kijken. Dat is maar zou je, je mensen goed. afraden als ze zeggen. Ik ga FVD stemmen? Zou je dan nee, zeggen, zou ik niet afraden. Nee, ja. nee, je moet gewoon altijd voor jezelf. Um, Onderzoek doen en zelf uh, uitzoeken wat bij jou het beste past. En gewoon blijven zeggen wat je wil zeggen als jij erachter staat. Ik ben heel erg van vrijheid van meningsuiting, dus daar moet je ook gewoon weer doorgaan. Met respect natuurlijk, maar dat uh, is vanzelfsprekend. Dus dat is mijn prachtig laatste woord. Ontzettend bedankt, ja. jongens. Dit was het Zuid. Tot volgende week. Dankjewel voor het kijken. Op woensdag 15 maart beslist Nederland welke kant we de komende jaren. Uitgaan. Gaan we door met het huidige afbraakbeleid van Kaag en Rutte, meer onteigening van de boeren, meer immigratie, meer onbetaalbare energie- en klimaatplannen, meer Europese eenmaking met alle inflatie en de verdamping van de pensioenen die daar het gevolg van is, meer oorlogszucht tegen Rusland, meer coronamaatregelen enzovoort enzovoort. Gaan we daarmee door of gaan we een andere richting uit. En Vroeger voor Democratie is natuurlijk de enige partij die het echte alternatief vertegenwoordigt. Daarom is onze campagne de komende tijd zo ongelooflijk belangrijk. Uw steun is cruciaal. Met uw steun, met uw donaties, kunnen wij radiocampagnes inkopen. Kunnen wij posters ophangen. Kunnen wij events organiseren in het land om ons verhaal bij zoveel mogelijk mensen neer te leggen. En op woensdag 15 maart het verschil te gaan maken in de provinciale staten en in de Eerste Kamer. Doneer dus voor onze campagne. Help ons, steun ons, alle beetjes helpen. Dank u wel.